Nou, de inzending die ik heb gemaakt is een voorstel om betonnen gebouwen op te toppen. En dat kan omdat beton steviger is dan men vroeger dacht. De berekenmethoden waren niet zo heel goed toen. Dus er zaten grote veiligheidsfactoren op. En tegenwoordig met computers kunnen we veel gedetailleerder berekenen. Dus we weten hoe stevig het gebouw eigenlijk is. En het tweede voordeel van beton is dat het over de loop der tijd nog iets steviger gaat worden. Dus een oud gebouw van 20 jaar, 40 jaar is nog steviger dan het was 40 jaar geleden. En daaruit blijkt dus dat het beton zo stevig is dat een gebouw vaak 1, 2, misschien 3 verdiepingen extra kan dragen. En natuurlijk moet er verder onderzocht worden naar de precieze toepassing op per gebouw. Dus de fundering, kan die de optopping dragen? Is de constructie in goede staat? Is die tussendoor beschadigd waardoor die verzwakt is? Of niet? Dat zijn factoren waar rekening mee moet gehouden worden of het op gebouwen toegepast kan worden. Een heel geschikte locatie voor dit voorstel is bijvoorbeeld de Lijnbaanflats hier in Rotterdam. Dat zijn grote flats van 10 verdiepingen die in de wederopbouwperiode gemaakt zijn. Op het moment is de dichtheid in het gebied eigenlijk te laag voor een stedelijk stadscentrum. Dus er wordt onderzoek gedaan hoe kunnen we die stedelijke verdichting daar realiseren. En eigenlijk een nieuw voorstel zou kunnen zijn om gewoon verdiepingen op de huidige gebouwen neer te zetten. In de Lijnbaanstraat, de winkelstraat daar, maar ook op de Lijnbaanflat zelf. Het idee is al eerder toegepast, maar de mogelijkheden worden nog onderschat. De hoeveelheid gebouwen die opgetopt kunnen worden zijn eigenlijk heel veel in Nederland. Nou, de kracht van beton is eigenlijk dat het zo stevig is en dat het een eeuwige levensduur heeft. Omdat er al zoveel gebouwen gebouwd zijn, die toch door veranderende eisen aangepast dienen te worden, kun je nog steeds de constructie hier hergebruiken. De reden waarom deze toepassing zo duurzaam is, is dat je een gebouw een langere levensduur kan geven. En dat je meer stedelijke verdichting op één locatie kan krijgen, zodat je optimale ruimte gebruikt. In mijn bedrijf Waterarchitect ben ik eigenlijk continu op zoek naar creatieve, innovatieve concepten. De focus is eigenlijk bouwen op het water. Nou, daar zit lichtgewicht bouwen al in. Dus diezelfde kennis kan je eigenlijk gebruiken voor bouwen op gebouwen. En de duurzaamheidsgedachte ligt natuurlijk voorop. En ik zie dat het een gebied is waar veel mogelijkheden in zijn. En als jonge kan ik daar een beetje in groeien.